Hallo, welkom bij de bespreking van een examenopgave van 2022, tijd van 3. We gaan dit keer in de kelder, want daar hoopt zich radon op. Radon, radioactief edelgas, staat hier en dat vervalt. En hiernaast staat het vervalschema van radon. En radon zelf heeft een halveringstijd van 3,8 dagen en alfadeeltje stoot je uit, dan wordt er polonium gemaakt en die vervalt ook weer, et cetera, et cetera. De halveringstijden van deze vier zijn een stuk kleiner dan die van radon. Dat staat ook in de tekst en in de tekst staat ook dat daarom dit ook radondochters zijn. Ja, het is wel van belang om dat te weten. Gevraagd wordt allereerst van wat is het isotoop X die ontstaat omdat het verval van polonium-214 dus een alfa deeltje oplevert. Wat is het isotoop en ook van waarom is dat geen radondochter? Wel nu, ja, je hebt polonium-214 en een alfa deeltje is het vervaldeeltje. Dus ik heb polonium-214, dat vervalt en er komt een alfa deeltje vrij. Dan zie je dus dat hieronder, ik had hier 84, hier staat 2, dus het deeltje isotoop wat ontstaat moet een atoomnummer hebben van 82 en hetzelfde hierboven, 214 en 4, dus isotoop moet dan een atoommassa hebben van 210, dus 210 en 82 en je kunt in BINAS opzoeken dat dat lood is. Nou, zoek je in BINAS eventjes lood op, 210, dan zie je hier dat de halveringstijd daarvan is 22,6 jaar. En die van radon, ja, die is 3,8 dagen. Dus de halveringstijd is een stuk hoger dan die van radon. Terwijl dus een radondochter is een radondochter, omdat ze juist een veel kortere halveringstijd hebben. Vandaar dus dat, dat die lood geen radondochter wordt genoemd. Nou, dus vervalproduct en waarom is het geen radondochter? Twee punten. Eén punt voor het juiste vervalproduct, dus lood 210. En één punt van waarom het geen radondochter is. De toevoer van nieuw radon is constant en toch zal de hoeveelheid radon in die kelderruimte niet constant doorgaan, terwijl er wel iedere keer nieuw radon komt. Oftewel, de activiteit zal een bepaalde maximale waarde bereiken en daar niet verder stijgen. Vraag is, waarom zal activiteit niet constant hoger komen, omdat er constant wel nieuw radon is? En daarna nog, leg uit waarom dus na het bereiken van die maximale activiteit ook iedere radondochter dezelfde activiteit heeft als radon 222. Nou, eerst maar eventjes het eerste spul. Waarom is er een maximale waarde en dat die niet hoog komt? Wel nu, je hebt een hoeveelheid radon 222. Ja, en die hoeveelheid, ja, die wordt inderdaad steeds groter omdat er radon wordt uitgevoerd. Maar radon 222, die zal dus, het is radioactief, dus hij zal ook weer vervallen en dus wordt er minder. En als je nou meer radon 222 hebt, zal activiteit toenemen. Activiteit neemt toe als je er meer van hebt. En dus, als je nou een dusdanig grote afname hebt, dat die afname gelijk is aan de toevoer, dan zullen die twee dus elkaar in evenwicht houden. En zal dus, stel je voor, er komt per seconde 100 radon bij en per seconde zal er ook dus daardoor 100 afgaan. Ja, dan blijft dus de totale hoeveelheid gelijk en zal dus ook de activiteit gelijk blijven. Dat is het eerste. Dan de tweede. Waarom zullen de radondochters ook precies dezelfde activiteit hebben als radon 222? Wel nu, dat is omdat die halveringstijd van zo'n radondochter veel kleiner is dan van radon 222. Dus, ja, als er een kern vervalt, zal zo'n radondochter er redelijk snel achteraan gaan.
Ja, en dat betekent dus dat bij ieder verval ja, de raamdochters eigenlijk tegelijk vervallen en dus is er een gelijke activiteit. Drie punten. Eerst van, hey, de activiteit hangt af van de hoeveelheid aanwezige kernen zelf. Ja, en dat daardoor dus er een evenwicht zal komen. Tweede punt. En het derde punt, waarom dus een radendochter dezelfde activiteit zal krijgen vanwege de korte halveringstijd. Die radendochters die worden onderzocht en hier wordt beschreven hoe dat kan worden gedaan. En men heeft een ballon, wat statisch opgeladen, even opblazen en dan wrijven. Zo'n proefje heb je vast wel een keer gedaan, dat zo'n ballon dan aan het plafond blijft hangen of zoiets. Maar goed, hier wordt het even in de ruimte gehangen. En de radioactieve dochterkernen die worden aangetrokken door de ballon. En daarna wordt het ballon weggehaald, voorzichtig leggebrekt en wordt er met een Geiger-teller bekeken van, hé, wat is de activiteit daarvan? En, ja, hier staat het nog eventjes een beetje beter. En de instelling is zo dat alleen beta-deeltjes worden geregistreerd. Dus als je dat vervalschema er nog even bij pakt, dan zie je dus, hé, je hebt alfa-verval en beta-verval. En alleen de beta-verval wordt hier geregistreerd. En, twee opdrachten. Hoe kun je controleren dat er inderdaad geen alfa-deeltje wordt geregistreerd? En hoe kun je controleren dat er inderdaad geen gamma-straal wordt geregistreerd? Nou, eerst de alfa-deeltjes. Een alfa-deeltje heeft een ontzettend klein doordringend vermogen. Hè. Voor je het weet kun je ze al tegenhouden. En dat betekent dus dat als je nou tussen de Geiger-teller en de ballon een papiertje houdt, ja, meer niet, dan zullen de alfa-deeltjes al er niet meer doorheen komen. Maar als dan het aantal gemeten deeltjes gelijk blijft, dan weet je van, goh, in die deeltjes zaten dus geen alfa-deeltjes. Ja, dus op die manier kun je checken van, hé, hey, wel of geen alfa-deeltjes meegeteld. Voor de gammastraling een vergelijkbaar iets. Gammastraling heeft juist een heel groot doordringend vermogen. Betekent dus dat als ik nou hier tussen die twee een metalen plaatje doe, ja, dan zullen alle beta-deeltjes tegenwoordig houden, maar gamma-deeltjes niet. Als dan de teller toch nog wat aangeeft, dat zou dus betekenen dat de teller gamma-deeltjes telt. En dat zou niet goed zijn natuurlijk. Oftewel, hè, als je zo'n metaal plaatje ertussen doet, dan zal dus de Geiger-teller 0 aangeven. En dat is een bewijs dus dat hij inderdaad alleen maar beta-deeltjes telt. Twee punten inzicht hoe je dus die alfa-deeltjes kunt checken. En inzicht hoe je de gamma-straling kunt checken. Een meting hierbij. Ja, je ziet hier dus inderdaad het verval. Het verval van natuurlijk, het is eerst bijna 30.000 en het gaat naar nul toe. Dat is natuurlijk omdat die radendochters ja, een keer ophouden. Die hebben activiteit en worden dus iedere keer minder. Maar het is geen gewone vervalcurve. Een gewone vervalcurve die heeft ongeveer deze vorm. En dat is dus hier niet het geval. En de vraag hier is van, hoe komt dat? Dat dus die curve niet een normale vervalvorm is. Nou, er zijn twee oorzaken voor. Ja, natuurlijk ook iedere keer proberen zelf te bedenken. Eén is van, ja, je hebt wel steeds nieuw radon 222, dus dat heeft invloed erop. En twee, let op dat er niet één kern wordt gemeten, maar je had hier twee kernen die de beta-straling uitzonden. Ja, en dus zal het ook invloed hebben op de vorm van de kromme. Twee punten natuurlijk voor iedere oorzaak één punt. Dan een hoop gegevens. Ja, de activiteit,
De normwaarde is 100 becquerel per kubieke meter. Dus de activiteit mag niet hoger wezen dan 100 becquerel per kubieke meter. En men checkt dat en gaat ervan uit dat de Geigerteller 1/6 van alle beta-deeltjes opvangt. Ja, dus gegeven maximaal mag het 100 becquerel per kub zijn. En het rendement in principe van de Geigerteller is 1/6. En de vraag is, ga na met behulp van een bepaling of de ruimtelijkheid in die kelder de normwaarde overschrijft, ja of nee. En let op, er staat bepaling, dus je moet iets aflezen. Nou, je moet aflezen, grafiek, we hadden hier inderdaad de vervalkromme van die meting. En bij die meting kun je meteen zien van, voordat het verval begon, was er een maximale gemeten pulsen van 29.000 deeltjes per 5 minuten. Nou is natuurlijk de activiteit becquerel, dat is het aantal deeltjes per seconde. Dus per 5 minuten moet je omturnen naar secondes, oftewel delen door 5 keer 60 en dan kom ik op 96,7 deeltjes per seconde. Dat is dus wat gemeten werd tijdens die bepaling. Maar dit is voor 2 kernen. Dat betekent dus die 96,7 deeltjes per seconde moet je verdelen over 2 kernen. Oftewel in totaal heb ik dus dan 48 deeltjes voor 1 radendochter. Dit is wat gemeten wordt, maar het rendement is 1/6. Dat betekent dus dat het totaal aantal deeltjes wat in die ruimte ontstaat in werkelijkheid 6 keer zo groot is. Ja, dus ik heb in totaal 208 deeltjes per seconde en dat is inderdaad aanmerkelijk meer dan de 100 becquerel die de norm was. 4 punten, 1 punt. Ja, inzicht dat je dus op TS0 de activiteit moet hebben, het maximale. Inzicht dat je daarna het nog moet delen door 2, omdat je 2 isotopen had. Rendement. Ja, die 1/6 moet je in rekening brengen. En tenslotte completeren. En weer hier, let op, consequente conclusie. Daar nog wel even aangeven. Dus als je 288 hebt berekend, dan wel even aangeven van, dat is groter dan de norm. Zo, we mogen weer uit de kelder. Het is weer gebeurd. Bedankt voor het beluisteren. En mocht je toch nog een keer een opgave willen bekijken, willen beluisteren, klik eens op de playlist. Tot de volgende keer.